De heer Azarkan. Ja, voorzitter, maar dat is echt te makkelijk. Ik vind dat we als politici verantwoordelijkheid hebben. Meneer Ascher heeft dat ook. En als ik ook kijk naar de bijdrage van bijvoorbeeld de heer Samson, vorige partijleider, die zelf zegt, Marokkanen hebben een etnische monopolie op criminaliteit. Kijk naar de heer Spakman, vorige voorzitter. Marokkanen moet je, zoals hij zo zei, die moet je vernederen voor de ogen van hun soortgenoten. Dan word je als soortgenoot gezien. Maar ik merk, voorzitter, en de heer Ascher heeft dat ook gedaan in zijn vorige periode, daar is er veel over gezegd, een vals onderzoek, voorzitter, waardoor mensen nu uitgesloten worden. Waardoor 86% van de Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders, zo'n 82%, ten onrechte worden weggezet als terrorist. En ik zeg tegen meneer Ascher, dat kan niet weg willen stoppen. Maar feit is, voorzitter, dat mensen op basis daarvan, van die krantenkoppen waar de heer Ascher verantwoordelijk voor is, worden afgewezen. En ik vind dat hij die verantwoordelijkheid heeft. Dus ik zou graag willen zeggen, bied daar ook gewoon excuses voor aan. Dan kunnen we het achter ons laten. De heer Ascher. Voorzitter, dit is toch wel schunnig, hoor. Dit is toch echt wel schunnig. Ik probeer goed antwoord te geven op de vraag met die stapel moties die de heer Azarkan heeft voorbereid. En nu gaat hij mij verwijten dat het te makkelijk is. U gaat hij op tamelijk hoge toon hier van mij excuses aanbieden. Voorzitter, hoe zullen we het nou krijgen? Voorzitter, Saadet Karabulut, Zini Özdu, Sultan Gunno, Keklik Yücel, Khadija Arip. Talloze, fatsoenlijke volksvertegenwoordigers die hier hun werk doen. Nevin Özetok. Die door de partij Denk van de heer Azarkan etnisch geprofileerd zijn. Op filmpjes. Tot aan de Turkse televisie aan toe. Mensen hebben bedreiging ontvangen. Mensen zijn uitgescholden. Hun familie kwam in problemen. Allemaal door de partij Denk van meneer Azarkan. Over etnisch profileren gesproken. Ik probeer u beleefd antwoord te geven op een vraag. En dan gaat u mij verwijten dat het makkelijk is. Ik wacht uw excuses af in uw termijn, meneer Azarkan. En dan kunnen we eens kijken of het verleden achter ons kunnen laten. Etnisch profileren door een politieke partij van collega-volksvertegenwoordigers in het Nederlandse parlement. Ja, voorzitter, deze... Voorzitter? Ja, de heer Azarkan. Heb ik... Ja, dank voorzitter. Voorzitter, deze gespeende emotie, deze geveinsde emotie, die slaat helemaal nergens op. En dat weet de heer Ascher ook. De heer Ascher weet dat. Want hiermee ontloopt hij zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij was het die als minister een vals onderzoek liet uitvoeren. Terwijl de directeur van Motivation zei dat moet u niet doen. En ik weet nog dat ik het onderzoek las, voorzitter. En mensen kwamen naar me toe en die zeiden 86% van de Turken die weggezet wordt als terrorist. Daar bent u verantwoordelijk voor, zeg ik tegen u, voorzitter. En het nou omdraaien en denk op deze manier wegzetten. Voorzitter, dat geeft geen pas. En het ontloopt de werkelijkheid en het ontloopt ook de verantwoordelijkheid die er als je zelf moet dragen. Ja, voorzitter. De heer Azarkan vindt mijn emotie gespeend. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Ik geloof niet dat ik heel vaak boos ben. Zeker niet in dit huis. Ik ben best een rustig type. Maar ik heb ongelooflijke hekel aan om volksvertegenwoordigers die niet de rol hebben zoals ik hem heb en de heer Azarkan. Dat je steeds voorop loopt. Die gewoon hard hun werk doen. Dat die zo verschrikkelijk te kakken zijn gezet door de partij Denk. En dat wilde ik even kwijt, ja, klopt. Ik wil het ook best hebben over wat er in 2013 en 2014 gebeurd is. Prima. Ik wil het ook zeker hebben over de dingen die ik niet goed heb gedaan. Er zijn er heel veel van, daar probeer ik altijd eerlijk over te zijn. Probeer ik het beter te doen. Maar dat je anderen verdacht maakt in hun integriteit, in wie ze zijn, in hun identiteit. Dat is precies het probleem waar we het hier over hebben. Dat is precies waar dit debat over moet gaan. Mensen reduceren tot een deel van hun achtergrond en ze dan te kakken zetten. En dat als partij van de verbinding, hè? Daar is niks gespeens aan. Dat is iets wat ik u oprecht kwalijk neem, omdat ik weet wat de gevolgen zijn geweest voor onze collega's. En u weet het zelf ook.